VVD-prominent Hans Wiegel en oud-burgemeester Bert Kuiper van Scharsterland spelen op 15 juni de hoofdrollen tijdens de Jouster Jochdij. Op die dag wordt de derde editie van het historische spektakel gehouden. Het centrale thema van dit evenement is het recht, zoals dit in de 17e eeuw werd gesproken, het zogenaamde nederrecht. In de vlekken Jouren werd het recht destijds gesproken in de Jouster Tour, in een rechtkamer. Op zaterdag 15 juni vinden er 3 rechtszittingen plaats. Deze worden geleid door Grietman Hobbe van Baart in de naar hem genoemde kerk. Tegen het prachtige decor van het oude centrum van Jouren ontspint zich de aanleiding tot de rechtspraak. De Grietman verplaatst zich vanaf zijn woning met zijn gevolg naar de kerk. Een aanklacht wordt voorgelezen. Hoor en wederhoor worden toegepast. Wordt de verdachte geloofd? Welke straf wacht hem bij veroordeling? Welke belangen spelen er voor de Grietman nog meer?